FC Eindhoven gaat niet verder met de Braziliaanse spits Leonardo. De club heeft besloten de optie in het contract van de aanvaller niet te lichten. Ricardo Moniz haalde de inmiddels 34-jarige Leonardo naar de Aalsteweg in de zomer van 2016. De trainer stapte in mei op en er is nog altijd geen opvolger gevonden. Het kostte FC Eindhoven ruim een half jaar om Leonardo speelgerechten te krijgen. Uiteindelijk speelde hij maar acht wedstrijden waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Het is onduidelijk of de Braziliaanse aanvaller zijn carrière elders voortzet. Wel heeft FC Eindhoven Branco van den Bomen vastgelegd voor drie seizoenen. De controlerende middenvelder komt over van SCRV. De Veldhovense van den Bomen speelde in het seizoen 2014-2015 ook al voor de Eindhovense club.